van de vrouw, enzovoort, enzovoort. In de, op dat moment, dus in de eerste set, wordt u geacht 180 graden te draaien. Dat is dus zeg maar de andere kant op. Dat is dus de inleiding van jullie lunchje. Dan is er pauze. In pauze is het gebruikelijk hier dat Marianne Vrijenhoek, dat is iemand van onze organisatie, zeg maar, met een mandje rondgaat. Want we kunnen dit alleen maar doen dankzij uw welwillende bijdrage deze avond. Na de pauze zullen we eerst horen een cello-ensemble bestaan uit 6 cellistes onder de wat zingende naam De Zagerij. En tot slot zal de avond worden afgesloten met een gezamenlijk optreden van Blues Control met De Zagerij. En in dat optreden zitten onder andere een paar stukken van onze pianist Bart Egerton en er zit ook een stuk in van Julius Röntgen, maar dat is een andere Julius Röntgen dan die u straks zult horen, dat is namelijk zijn grootvader.